KLM bestaat 95 jaar. Daarom is er de afgelopen dagen flink uitgepakt. Een informatieve tentoonstelling, een wervelende show, slingers in de terminal op Schiphol. Ga zo maar door. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? In 1919 wordt de Nederlandse Koninklijke Luchtvaartmaatschappij opgericht. In dat eerste jaar, toen vliegen iets bijzonders was, vervoerde KLM 345 passagiers en 25.000 kilo post en vracht. In 1924 vertrok de eerste intercontinentale vlucht van KLM naar Batavia in Nederlands-Indië. In 1960 kreeg KLM haar eerste straalvliegtuigen en de eerste Jumbo Boeing 747 kwam in 1971. De machine heeft in het voorste gedeelte een opgang naar een kleinere cabine die als bar is ingericht. In 2011 is KLM gestart met de eerste commerciële vluchten op duurzame biofuel. Met zo'n geschiedenis haal je het verleden natuurlijk naar het heden. In Museum Jan van der Togt te Amstelveen opende KLM-topman Camiel Eurlings een tentoonstelling over 95 jaar KLM. Ja, erg leuk. Heel nostalgisch. Het is prachtig om te zien. Het is een hele geschiedenis. KLM vierde dit dan ook 2 dagen lang met meer dan 30.000 medewerkers, familieleden en vrienden tijdens de KLM Experience op Schiphol Oost. Welkom, geweldig dat u er allemaal bent. Heel leuk, indrukwekkend. Heel spectaculair. Wat heel leuk! En natuurlijk vierde de luchthaven Schiphol enthousiast mee met haar belangrijkste businesspartner. Beste KLM, van harte gefeliciteerd met jullie 95ste verjaardag. Op naar de 100!